Als we denken aan burgerschap, dan moeten we denk ik ons goed realiseren, en daar begint het dan toch mee, dat als we kijken hoe wij het doen in Nederland ten opzichte van landen om ons heen, dan presteren we eerlijk gezegd niet best. Onze jongeren weten eigenlijk in vergelijking met de ons omringende landen niet heel veel van alles wat we onder burgerschap verstaan. Dat laat onverlet dat er op de scholen wel veel aandacht voor is, maar misschien toch te weinig in samenhangende aanpak. Dat is denk ik één. En het tweede is ja, dat je toch ook wel ziet dat de vraag van de samenleving aan het onderwijs, die is toch ook wel gericht op naast alles wat we met kennis doen, dat we toch ook meer van de maatschappij willen weten en meer van die, laten we zeggen, die socialiserende factor. Dus ik denk dat dat wel een verklaring is waardoor we meer aandacht hebben voor burgerschap. Ja, en ik denk dat het ook wel zaak is om die versnippering die Paul ook aanstipt, om daar echt aandacht voor te hebben. Het kan niet zo zijn dat het op de ene plek wel gebeurt en op de andere plek niet. Niet afhankelijk van die ene leraar voor de klas of een aantal leraren. Maar eigenlijk zou je die aandacht veel beter willen hebben op alle scholen in Nederland. Dus in die zin kunnen we nog wel een stapje extra gaan zetten. Er wordt ook heel vaak gezegd dat in het onderwijs dat we alle dingen maar moeten doen die in de maatschappij spelen. Maar eigenlijk is burgerschap een van het hart eigenlijk van het onderwijs. Je wil het gesprek hebben over hoe kinderen met elkaar omgaan. Hoe we omgaan met minderheden, hoe we omgaan met minderheidsstandpunten. Hoe de democratie werkt. Dat vond ik als leraar fantastische gesprekken. Hoe kinderen samenwerken. Dus dat is volgens mij de motivatie van veel mensen om het onderwijs in te gaan. En is het dus niet iets wat erbij komt, maar wat de maatschappij ook vraagt van de scholen. Dat zou het wat mij betreft ook echt moeten zijn. Ja, en ik heb nog iets langer geleden op de middelbare school gezeten als jij. Maar wat ik me toch kan herinneren van meer dan 40 jaar geleden, dat is waar mijn maatschappelijk engagement ontstaan is, dat is toch wel in de combinatie van wat je thuis meekrijgt en wat vervolgens op school gebeurt. Ik weet nog precies die leraren die dat gesprek over spannende onderwerpen, het nou verkiezingen gingen of over andere onderwerpen. Ik weet nog precies welke leraren het waren waar ik geboeid naar luisterde of wat leidde tot spannende gesprekken tussen leerlingen en de leraar. Ja, en dat is toch eigenlijk wel wat je ook nog 40 jaar later met je meedraagt. Dus het begint toch uiteindelijk allemaal op school. Ik geloof niet dat het iets is van het over de schutting kiepen van de school, wat op sommige terreinen best wel het geval is. Maar het is toch wel een heel wezenlijk onderdeel van datgene wat we op school aan vorming aan onze jongeren moeten meegeven. Ja, kijk, uiteindelijk zullen de scholen het moeten doen en zullen de leraren op de scholen het moeten doen. En dat is niet eenvoudig. Onze leden zijn de scholen, de besturen van de scholen, de schoolleiding. En wij kunnen hen natuurlijk wel faciliteren, we kunnen ze helpen, we kunnen ze met elkaar in contact brengen. Want dat is natuurlijk denk ik wel wat veel gebeurt. Dit is vaak ook nog wel een spannend onderwerp voor scholen. Het is soms aan de identiteit van de school verbonden. En hoe doe je dat nou precies? Hè? En hoe doe je het op een samenhangende wijze? Want ik denk dat er veel versnipperd gebeurt, als ik dat onaardige woord mag gebruiken. Misschien te weinig in een samenhangende aanpak. En wij zijn natuurlijk wel beide verenigingen die scholen bij elkaar kunnen brengen. Om te kijken of ze van elkaar meer kunnen leren en daardoor leerlingen beter tot kritische burgers in een democratische samenleving kunnen opleiden. En wij kunnen ook laten zien dat er ook een doorgaande lijn mag zijn tussen PO en VO. Dat er ook steeds meer aandacht is voor die hele lijn vanaf het jongste kind tot aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. En dat zie je ook op andere dossiers. Maar als we nu bijvoorbeeld kijken naar wat er onderwezen wordt op de scholen, als het om de kerndoelen gaat, op de eindtermen, uiteindelijk ook in het VO, dan wil je daar graag een doorgaande lijn in. Dat kinderen voort gaan bouwen op datgene wat ze leren en dat ze niet opeens opnieuw iets moeten gaan krijgen. Nou, ik denk dat het kabinet op zich op goede gronden zegt, misschien kunnen we die wet wat aanscherpen. Af en toe wordt gedaan alsof het nieuwe wetgeving is, maar het is natuurlijk een aanscherping van bestaande wetgeving. Er is wetgeving op het terrein van burgerschap. En volgens mij is de kern toch eigenlijk wel dat we meer samenhang moeten aanbrengen in iets wat meer versnipperd en minder goed in beeld is. We moeten ons denk ik als scholen ook goed verantwoorden over wat we doen. We moeten dat wat meer planmatig doen. We moeten het meer gestructureerd doen. Anko zei al denk ik zeer terecht, we moeten het ook doen in een doorlopende lijn van POVO. En af en toe lijkt het erop, als we dan een kleine verbinding met de actualiteit maken, dat we alleen aandacht aan burgerschap besteden op het moment dat er iets gebeurt. We hebben een paar weken geleden gezien dat na de moord op Samuel Paty, die leraar in Frankrijk, dan zie je dat de ministers een initiatief nemen om er in ieder geval ook op de scholen aandacht aan te besteden. Nou, dat gebeurt dan ook.
En dan zie je eigenlijk direct daarna dat het afschuwelijk is dat een leraar moet onderduiken, dat er bedreigingen zijn. En dan is er een heel spannend gesprek in de klas over hoe je nou een spotprent moet interpreteren. Hoe ga je om met de balans tussen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Hoe zit het met de grondrechten? Wie bepaalt waar grenzen zitten? Hoe moet ik omgaan met het gevoel van gekrenkt te zijn? Allemaal dat soort dingen, die zijn dan heel wezenlijk. En dan lijkt het erop alsof we opeens dan aandacht besteden aan burgerschap. Nou, wat je ziet is wat Paul terecht zegt. Het is een aanscherping van de wet. En ik moet denken aan die vreselijke voorbeelden van de afgelopen weken die plaats hebben gevonden en het moeilijke gesprek op de scholen. Eigenlijk wil je dat de structuur op die scholen klaarstaat. Dat er een lijn is, dat er een doorgaande lijn is van PO naar VO. Dat gewoon op alle scholen gebeurt, zodat je in de positie bent om ook dat goede gesprek dan te kunnen voeren. Wat we nu zoeken is een veel planmatiger verhaal. En daarom is er ook een mooie relatie met de initiatieven rondom curriculum.nu. Waar het leergebied nu echt een specifiek aparte plek krijgt, burgerschap. En daarbij dan ook bouwstenen zijn hoe je dat op kan bouwen. Dus we hebben straks kerndoelen. En zodat iedere school in Nederland weet wat we in ieder geval tenminste moeten aanbieden. En op een gestructureerde, planmatige manier. Kijk, ruimte voor scholen is belangrijk. Maar niet om het ruimte hebben, om dat in te kunnen voeren qua burgerschap, maar het gaat vooral om de kinderen. Dus je moet kijken als school, als leraar, wie zijn mijn kinderen? Hoe ziet de wijk, de dorp eruit? Welke issues spelen hier? En daar moet je ruimte voor hebben om die opdracht die er ligt op het gebied van burgerschap ook echt vorm te geven. Het is natuurlijk op een aantal terreinen vrij eenvoudig, maar we hebben natuurlijk onlangs gezien dat het op een aantal terreinen ook heel spannend is. Dat een multiculturele samenleving die we over de laatste tientallen jaren heen geworden zijn, in de klas, de verhouding in de samenleving, denderen natuurlijk ook de school in en daarmee in de klas. En dan even bij ons dit voortgezet onderwijs in een leeftijd die best ingewikkeld is tussen 12 en 18 jaar. Nou, daar zijn allerlei leerlingen die natuurlijk grenzen opzoeken, die natuurlijk elkaar en soms de leraar ook tarten. Maar waarbij een aantal waarden van de democratische samenleving niet als vanzelf ook thuis worden meegegeven. En dat gesprek is moeilijk. Het is moeilijk voor leraren om dat te doen. En daarom moeten wij ook als verenigingen, echt achter leerkrachten en leraren staan om dat moeilijke gesprek van burgerschap te blijven voeren, hoe spannend ook. Ja, want ik weet nog welke leraar 40 jaar geleden invloed had op mijn maatschappelijk engagement. Nou, en als jullie als leraren of als schoolleiders van grote betekenis kunnen zijn voor de leerlingen van straks en zij als ze 60 zijn vertellen over hoe belangrijk dat was op die school, nou ja, daar hebben we het over.